Welkom bij deze live-uitzending van Excelsior 31 TV. Vandaag speelt Excelsior 31 zijn laatste thuiswedstrijd voor de winterstop en dat doen ze tegen FC Lisse. Naast me staat oud-speler en voormalig assistent-trainer van Excelsior 31, Martijn Beltman. Martijn, lang niet gezien. Hoe is het met je? Ja, goed. Het was inderdaad na de zon weer een tijdje weg hier, maar voor nu wel leuk om hier te zijn, zeker. Je zei het net al, je bent na de zomer hier vertrokken bij Excelsior 31. Wat viel je als eerste op toen je hier weer de koebelt op kwam lopen? Ja, het blijft altijd wel op een of andere manier vertrouwd om hier weer rustig naartoe te lopen. De auto wist de route nog, dus dat scheelt dan ook alweer. En het blijft veel bekender weer en supergezellig weer. Dus al lekker even bijgekletst. Ja, even bij Geert weer een bakje koffie gedronken als vanouds. En een paar koekjes erbij en even bijkletsen met de jongens die binnenkomen. En dat super. Leuk. Hey, je bent op dit moment assistent trainer bij FC Winterswijk. Hoe bevalt dat? Ja, hartstikke goed eigenlijk. Qua punten wat minder. Ik bedoel, op dit moment staan we niet zo heel goed voor. Eigenlijk onderaan, eerste klasse zondag. Dus dat valt tegen. Uiteindelijk zondag, zaterdag voetbal is ook wel even een verschil qua spelopvatting en qua speelwijzes en hoe het gaat. Wel mooi. Ja, wat ook heel mooi is, dat er eigenlijk afgelopen donderdag mooi nieuws naar buiten kwam. Namelijk dat jij volgend seizoen hoofdtrainer wordt bij FC Winterswijk. Dat was toch ook jouw ambitie, hè? Ja, uiteindelijk altijd wel geroepen dat ik hoofdtrainer wil worden en een stap wil maken. Eigenlijk komt het nu allemaal komt het mooi samen. Ik ben bezig met mijn WVA, dus die hoop ik af te ronden binnenkort. En uiteindelijk bij FC Winterswijk hebben ze besloten om in ieder geval met John na 3 jaar niet verder te gaan. En dat maakte voor mij dat eigenlijk de plek vrij kwam. En dan komen sommige dingen mooi samen. Ja, gefeliciteerd daarmee. En we hopen dat je dit seizoen nog heel veel succes gaat behalen. En natuurlijk volgend seizoen mee kunt nemen. Ja, dat zal heel mooi zijn als we volgend jaar in ieder geval... Dit jaar hebben we een uitdaging in Winterswijk om erin te blijven. En dat is de eerste klus. Ja. En dan kijken we volgend jaar hoe we het verder kunnen trekken. Ik ben benieuwd. Hey, afgelopen zomer toen werd Excelsior 31 hier kampioen. Daar was je natuurlijk bij. Hoe vaak heb je daar nog aan teruggedacht? Ja, ik regelmatig dat je nog eens een fotootje voorbij ziet komen. Of op de website nog eens een fotootje ziet. Net bij Geert dan hangt het hok ook aardig vol met foto's en posters. Dus daar eigenlijk komt het altijd wel her en der komt het wel een keer weer terug. Dat is hartstikke eigenlijk super. Fantastische ervaring. Aan de andere kant, ja, het is ook weer geweest. Dus zo ook hier hebben ze een nieuwe uitdaging. Als Winterswijk hebben we een nieuwe uitdaging. Dus af en toe terugdenken blijft mooi. Ja. Als we dan kijken, nu speelt Excelsior 31 in die derde divisie. Waar was jij voorafgaand dit seizoen het meest benieuwd naar bij Excelsior 31? Uiteindelijk is de grote vraag of je mee kunt komen. En vorig jaar had Excelsior hier een heel goed team. Wat op alle fronten gewoon wist wat ze moesten doen. Aanvallend, verdedigend, omschakeling. Alleen de vraag is of dat genoeg is voor de derde divisie. Als je nu kijkt, een aantal wedstrijden wat ze spelen, punten die ze pakken. Was het begin wel lastig, maar uiteindelijk pakken ze dat wel aardig op. Ja, want Excelsior die heeft de laatste 3 duels gewonnen. Ze staan nu in de middenmoot van die derde divisie. Ze hebben nog 2 wedstrijden voor de winterstop. Vandaag dus tegen Lisse en volgende week tegen Ajax. Hoe belangrijk zijn die duels nu? Ik denk het staat wel dicht bij elkaar. Dus het mooie nu dat ze een serie neer hebben gezet. Lisse volgens mij ook een hele serie neergezet. Dus vanuit dat idee zou je kunnen zeggen, we kunnen lekker vrijuit voetballen. Maar aan de andere kant, als je die 2 wedstrijden geen punten pakt, dan zak je volgens mij ook zo weer een plek of 4-5 als de rest wel wat presteert. Dus in die zin is het denk ik wel van belang om, om een puntje of 4 eruit te trekken. En dan blijf je goed meedoen en hoef je volgens mij... kunnen we er gerust aan de winterstop in. Als we kijken naar Lisse, die doen het de laatste 4 duels ook heel erg goed. Die hebben de laatste 4 duels gewonnen. Met welke insteek zullen zij hier nu naar de koerbelt zijn gekomen? Ik denk dat niet heel veel anders is dan Excelsior. In de zin van allebei middenmoot. Lisse iets aan de bovenkant en Excelsior meer aan de onderkant middenmoot. Maar allebei wel vrijuit kunnen voetballen volgens mij. En voor beide clubs staat niet de druk erop dat ze een topplaats moeten pakken of de druk erop dat ze naar beneden moeten kijken. Ik denk dat ze wel allebei vandaag kunnen gebruiken om in die zin vrijuit te spelen en een lekkere pot te maken. Ja, Lisse die heeft veel snelheid voorop. Verwacht jij dat ze op de counter gaan loeren?
Ja, ik denk als je die snelheid hebt en je weet dat Excelsior graag de bal heeft en nou, ook wel thuis vooruit wil voetballen, ja, dan ligt het wel voor de hand dat ze daar gebruik van gaan maken. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe ze van beide kanten oppakken vandaag. Als we kijken bij ons bij Excelsior, dan zien we Boy Bouloditi in de spits staan. Jasper Veldkamp, die staat op 10. Ja. Ben je verbaasd over de ontwikkeling die Jasper doormaakt? Ja, dat was wel een van de dingen die ik eigenlijk wel het mooiste vind als ik nu kijk naar Excelsior. Als je kijkt naar de selectie, volgens mij is die nog weer sterker geworden dan vorig jaar. Ja, een van de mooiste dingen is dat Jasper gewoon zijn basisplek heeft veroverd. En nou, echt denk ik een mooi voorbeeld is van hoe je als jeugdspeler geduld moet hebben, aan moet haken, op je bek moet gaan, weer op moet krabbelen en weer door moet gaan. En uiteindelijk, nou, misschien zelfs vorig jaar nog wel een twijfel was van moet ik wel blijven. En nu ja, gewoon in de basis staat en nou, wat ik dan zo zie en hoor, daar ook geen enkele discussie over is. Heb jij vorig seizoen veel contact met Jasper daarover gehad om toch hem te overtuigen om te blijven? Ja, niet om te overtuigen, maar wel om aan te geven van, goh, weet je, bedenk wat je wilt. En voor soms is het beter om wel weg te gaan en dan ergens anders aan de bak te gaan. Maar aan de andere kant, hij heeft niveau en dat zag je op de trainingen wel. Alleen soms ja, moet je echt heel veel geduld hebben om je kans te krijgen. En ja, die heeft hij nu gepakt. Dus regelmatig wel met hem is over gesproken. Ook wel met Peter, ook wel met de technische commissie erbij. Van, goh, hoe ga je daar nu mee om met elkaar? Ja, hij heeft uiteindelijk de goede keuze gemaakt. Ja, hartstikke mooi voor hem. Aan de andere kant zien we dat Hielke Penteman vanmiddag op de bank begint. Hoe verrassend vind jij dat? Ja, volgens mij is hij ook niet fit. Dus dat is dan, dat is, ja, dan, als je dan een fitte selectie hebt, dan kun je daar wat makkelijker keuzes maken. Als je Hielke op de bank hebt, dan kun je hem wel wat brengen. Ja. Dus als hij zijn minuten kan maken, dan is het als tegenstander ook niet heel fijn als je weet dat hij er nog in kan komen. Het zal een beetje van de wedstrijd afhangen, denk ik, of hij überhaupt nog erin komt en of hij minuten gaat maken. Zo'n stand ernaar is, positief of negatief, ja, kun je ook overwegen om te zeggen, goh, pak je rust en zorg dat je knie volgende week helemaal goed is. Dan kun je dan weer aan de bak. Waar ga jij nu vanmiddag op letten? Ik wil eigenlijk beide teams gewoon lekker zien aanvallen. En dus kijken hoe dat gaat. Kijk, derde divisie toch nog weer een tandje extra in de tactiek en de strategie en hoe dat allemaal uitgevoerd wordt. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dat tegenover elkaar oplossen. Een voorspelling? Ja, dan ga ik toch wel een 2-0 winst. Heel erg leuk dat je voor nu dat je hier bent geweest voor het interview. We zien je graag na de wedstrijd weer om dan even na te beschouwen. Helemaal goed, dan zien we elkaar straks en genieten van de wedstrijd. Gaan we zeker doen. Dankjewel, Martijn. U ook bedankt voor het kijken en heel graag tot straks na de wedstrijd.